Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Allereerst hartstikke bedankt voor degenen die allemaal op mijn YouTube-kanaal geabonneerd hebben. Het einde is in zicht van het aardappelsorteren. Jelle heeft PB1, dat is dus de oogst van de mini-knollen, gedraaid. En die ga ik volgende week sorteren met dit kleine sorteerdertje. Om zo min mogelijk vermenging te krijgen in plaats van over de grote sorteerder te draaien. Hij heeft ze hier met de draaier gedraaid, zodat de aardappels van elkaar afkomen, heb je minder last van blauw en als er eens een keer een kiemetje opkomt, gaat die kiem eraf. Van de week nog allerlei klusjes aardappels opzakken in 25 kilo zakken. De laatste klussen zitten nog in de koeling. Ik heb van de week King Russet gesorteerd, Amanda, en ik ben nu met de laatste bezig, het ras Saprodi. Dat zijn echt de laatste aardappels die ik moet sorteren. En dat zijn wel speciale rassen. Die zijn A, B, C, D, E aardappelmoeheid resistent. Ik ga nu echt de laatste kist in de bunker gooien. Lekker man, dat was de laatste kist voor dit seizoen. Nog even lezen en in de maat sorteren. Deze sorteer ik in de maat 28-35, 35-55 en 55-60. De 35-55 gaat meteen als uitgangsmateriaal PB3 naar eigen leden toe. Sam Agi Holland, ja, hoe het precies zit weet ik niet, maar Agico is erbij ingestapt. Ze gaan nog wel in Sam Agi Holland Big Bags. Maakt me ook allemaal niet zoveel uit als ze maar goed betaald worden. Zetbeelras. En dat is natuurlijk een ABCDE. Net als de King Russet. Dat is echt een frietras. Ook ABCDE. Aardappelmoeheid resistent. Daar ga ik jullie zo wat over vertellen. Dan gaat Jan boven nog even bij de sorteermachine kijken hoe het verder gaat. Sorteren is klaar voor dit seizoen. De bunker zit vol. Ze zal zo wel stoppen.
Ja, dan had ik het over resistente rassen. Amanda, King Russet en Saprodi. Sommige mensen zullen wel denken, waar heeft hij het over? Het gaat om aardappelcysten. Een aardappelciste die kan meekomen als je aardappels uitplant. Er zit hier een beetje grond op. Daar zou een aardappelciste in kunnen zitten. Maar wij mogen geen aardappels uitplanten waar cysten in de grond zitten. We moeten een AM-vrijverklaring hebben. Wat is nu eigenlijk aardappelmoerheid? Je hebt verschillende types. Ik praat over A, B, C, D, E. Die rassen die ik net genoemd heb, die zijn daar resistent tegen. Wat doet een aardappelciste? Een ciste, dat is de grootte van een speldenknop. Die is gevuld met eitjes. Vrouwelijke eitjes. De eitjes komen uit ongeveer 400 eitjes met larven per ciste. Jaarlijks 30% gaat dood. Dus als je geen aardappel steelt, dan vermindert het aantal cysten wel met larven. Het gaat wel heel erg langzaam. Als je aardappels plant, dan lokt deze larven met een lokstof die de wortels afgeven uit de cysten. Die aaltjes die zuigen aan de wortels en die vormen schade aan de aardappelen. Als ze zich volgezogen hebben, dan worden ze een keer bevrucht en dan wordt weer een ciste gevormd. Wij telen hier de aardappels 1 op 3. Dit is een schema 2021. Hebben we hier aardappels gezet. Dit is dus de kavel. 2022 hier. En 2024 gaan we hier aardappels telen. Maar voordat we daar pootgoed mogen zetten, moeten we hier een AM-vrijverklaring bij hebben. We gaan eerst NEMA-controle hier na de aardappels laten grond onderzoeken en die prikt om de 6 meter. En dan gaan we kijken of zij cysten vinden. Ik heb hier een uitslag van NEMA-controle. Jammer genoeg hebben ze één ciste gevonden met levende inhoud. Die zit ongeveer hier. Niet veel, maar toch jammer. Dus ik heb officieel de NAC laten grond onderzoeken en die gaat op 11 meter prikken. Elke 11 meter. Kijk, dit is de officiële AM-vrijverklaring van de NAC. Maar als zij één ciste vinden, dan wordt er een besmetverklaring opgegeven. Maar dan komt er nog eens een keer 16 meter bij de beide kanten. Dus het wordt 43 meter. Mag je hier geen pootgoed telen. En dan moet je een teeltmaatregel toepassen. Wat is nu het voordeel van die AM-aardappelen? Ik heb hier wel een NAC-vrijverklaring bij. Alleen die ciste zit hier wel. Dus wat ga ik hier nu doen? Ik ga hier zo'n resistent ras neerzetten. King Russet, Amanda of Saprodi. Die lokt de larven uit de cysten. Die zuigen wel, maar ze kunnen gaan zich niet vermeerderen. Dus na één teelt wordt vrijwel alles opgeruimd van die cysten. En dan kunnen we over 3 jaar later gewoon weer aardappels telen. Pootaardappelen. Zonder de AM-vrijverklaring van de NAC kun je dus geen pootgoed telen. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk geworden is. Het is kort, best ingewikkeld voor die er nooit van gehoord heeft. Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Telkens heb je wat opgenomen en dan denk je, nou ja, dat ben ik weer vergeten te vertellen. Als je pootaardappels geteeld hebt, dan moet je de AM-vrijverklaring inleveren. Dus het hele circus begint dan weer opnieuw.
Het was wel weer een heel verhaal, maar evengoed toch bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.